ben Michel Penders. Ik kom de laatste jaren steeds vaker in musea. Mijn naam is Puk van der Meer. Ik maak deel uit van een museumgroep. Dat levert zoveel geluk op en in een enkel geval zelfs tranen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Michel Penders. Mijn naam is Puk. Aangenaam. Nou, welkom in het Stedelijk Museum Sertogenbosch, afgekort SMS. We komen hier vandaag om een aankoop te bekijken, een sieradencollectie. Wat maakt dat nou kunst voor een museum? Dat is toegepast in de maatschappij, zie je dat terug en dat is dan mooi of niet? Emmy van Leersum is een van de sleutelfiguren uit de Nederlandse naoorlogse sieradenvormgeving. Sieraden, daar mag je iets van verwachten. Dat is een gebruiksvoorwerp. Als je het zou willen, dan moet het iets voor je doen. Dan moet het je mooier maken. Als jullie kijken, dan is misschien een van de eerste dingen die al opvalt dat er dus ook helemaal geen edelstenen worden gebruikt. En dat had dus erg te maken met het idee dat een sieraad niet langer een statussymbool moest zijn, maar veel meer een welbewuste keuze, zoals je ook bijvoorbeeld kunst in je huis zou halen. Hè? Want neem nou bijvoorbeeld zoals we nu die grote kragen, ja, die zou je uit zilver en goud nooit kunnen maken. Het zou veel te zwaar zijn en te kostbaar en te snobistisch. En snobisme is een van de dingen waar we dus heel sterk tegen vechten. Ja. Om dat er dus voor een groot deel uit te krijgen. Ja, dit zijn stukken die draag je niet zomaar. Hè? Dit is niet meer een kettingje wat je even omdoet. Het is echt een statement. En een statement van Emmy van Leersum als maker, maar ook van degene die dat zou dragen. Haar handschrift, haar bedoeling, haar beweegredenen, dat is natuurlijk waanzinnig. Haar studie. Dan dacht ik, denk ik van nou, dit is representatief voor die tijd, voor die beweging. En dat vind ik dan heel interessant. Dit is weinig sprekend. Je kan weinig emotie halen uit een sieraad. Tenminste, ik kan weinig emotie halen uit een sieraad. Dat is misschien voor iedereen anders. Het blijft voor mij toch vooral een armband, een oorbel of een ketting. Ja, bijna klassiek. Verschil, hè? Ja. Heel mooi. Ja, heel mooi. Je moet het mensen erbij doen. Het staat wel echt heel mooi. Het is heel anders om te zien dan hoe het daar lag, zeg maar, dan hoe het nu bij iemand eruit ziet. Ja. Het is toch wel goed om dat zo te zien. Hij krijgt nu echt zijn proportie. Ja, ja. Ja. Wij krijgen dat nu dus op een hele uitgebreide manier te zien, met een goede uitleg erbij. Vervolgens ook nog eens een keer op een model, dus hoe het eigenlijk bedoeld is om gedragen te worden. En als je dat bij de bezoeker weet te doen, op wat voor manier dan ook, dan haal je er wel mee uit. Maar ik denk als je het zo neerlegt zoals het nu neergelegd is en daar een bescheiden uitleg bij geeft, dan vraag ik het me af. Hallo. Mijn naam is Pip. Ruud. Hoi, Michel Penders, goedemorgen. Ruud, hallo. Welkom in het Museum Katharijnenconvent. We zijn het Nationaal Museum voor de Geschiedenis van het Christendom in Nederland. Ik heb niks met religie. Ik ben echt areligieus. Ik heb eigenlijk iets tegen religie. En ik dacht, zo'n heel museum vol religieuze beelden ga ik echt niet voorhouden. Zo, hier staan we voor een groot altaarstuk van Abraham Bloemaert. Abraham Bloemaert is de schilder ook van onze nieuwe aanwinst. En je kunt echt heel goed zien wat voor knappe schilder Bloemaert eigenlijk was. Hij vertelt met zijn hart. En dan luister ik graag. Als hij wat te vertellen heeft, wat de moeite waard is. We zijn hier in de schatkamer van Museum Katharijnenconvent. Wat hier met name voor onze aankoop heel belangrijk is, is die grote koorkap die je daar ziet. Zo'n depot is toch een beetje backstage bij een festival, weet je wel. Je komt als bezoeker ergens waar je normaal nooit komt. En dat maakt het toch een beetje spannender. En je kent het niet en je denkt alleen maar, hoe zal dat eruit zien? Nou, dan ziet het er ook echt zo uit als je denkt. En het is toch bijzonder dat je daar mag zijn. En dan gaat die rij gaat open met dat schilderij. En dan kan het eigenlijk al niet meer stuk. De spanning is inmiddels hoog opgelopen. Heel goed. Nou, dit is hem. Oh. Ja, wel heel mooi, hè? Ja, zo mooi. Nou, in het kader van dat deze man in Utrecht gewoond heeft, hier blijkbaar in Hellig een school heeft opgericht, een voorloop op de kunstacademie, hier verder 50 meter verderop begraven ligt. Ja, dat is wel een sluitend verhaal. Dat maakt het wel kloppend. Ja. En is het voor jou echt een van de topstukken van de Nederlandse katholieke schilders? Ja, nee, absoluut. Kijk,
katholieker dan dit is ondenkbaar. En ook een uitvoering. En ook een uitvoering past het heel mooi bij het geheel. We hebben de mantel die je hier kunt zien. Het past zo mooi in allerlei opzichten. Het verhaal klopt eigenlijk. Het verhaal klopt, ja. Ja, ja. Ja, dat maakt heel erg uit in die zin dat ik het gevoel had dat ze hier dus zeg maar de missing link te pakken hadden. Voor zo weinig, ja, voor een kopie. En gisteren had je het gevoel dat ze een mooie collectie hadden kunnen kopen die wat heeft betekend in de sieradenontwikkeling in Nederland. Maar dat had ook een ander kunnen zijn. Dat vind ik ontzettend moeilijk. Heel moeilijk om te doen. Dit heeft zijn doel waarmee het gemaakt is. Bewezen een blik in de tijd. Een foto van 1630. En ik zou ook de sieraden gunnen. Die waardering en ook die duur van appreciatie, dat zou ik het zeker gunnen. Dus om nou nu een vonnis te vellen, dat gaat me te ver.